Vestingstad FM. Hier hoor je meer. Roel de Graaf is in de studio en daar hebben we wat leuke vragen voor, want hij is de schrijver van een schitterend boek. Ja, Geloven in Almkerk. Een boek dat gaat over de gereformeerde kerk van 1835 tot 2004. Roel, goedenavond. Ja, goedenavond. Fijn dat ik uitgenodigd werd om hier te komen. Ja, kunt u misschien allereerst even vertellen waar uw boek over gaat? Mijn boek dat gaat dus over de gereformeerde kerk van Almkerk. En dat gaat over de periode van 1835 tot 1 mei 2004. En dan zult u zeggen, waarom die periode? Dat heeft te maken met het feit dat in 1835 een groot aantal mensen, niet alleen in Almkerk, maar in het hele land, de Nederlandse hervormde kerk van toen de tijd verlaten heeft vanwege bepaalde verschillen die er kwamen. Had ook vooral te maken met de reglementen van koning Willem I. Daar kon men zich niet in vinden. Koning Willem I wilde een soort staatskerk hebben waarvan hij het hoofd werd, zoals we dat ook in Engeland zien. De koningin is het hoofd van de kerk. Dus die periode, daar ben ik mee begonnen, 1835. En waarom ben ik gestopt op 1 mei 2004? Toen zijn de gereformeerde kerken in Nederland en de Nederlandse hervormde kerk en de evangelisch-lutherse kerk samen opgegaan in één nieuwe kerk, de protestantse kerk in Nederland. Dus vandaar de keus voor die periode. Oké, en het is een behoorlijk dik. Hoe dik is het precies? Het is een boek van 288 pagina's geworden. Mm-hmm. En daar moet veel research in gezeten hebben. Hoe lang bent u daar wel niet mee bezig geweest? Ik ben ermee bezig geweest gedurende een periode van 6 jaar. 6 jaar? Ja, en heeft er wel een jaar stilgelegen in die tijd vanwege bepaalde familieomstandigheden. Dus je zou kunnen zeggen, een periode van 5 jaar heb ik er toch aan gewerkt. Oké, en hoe bent u oorspronkelijk eigenlijk op het idee gekomen om zo'n lange periode van de gereformeerde kerk in Almkerk dat allemaal op papier te schrijven? Nou, dat kan ik u zeggen. Het idee is niet van mijzelf. Het idee is gekomen na een foto-expositie die ik mocht organiseren na een grote verbouwing van de kerk in 1999. Mm-hmm. Daar kwamen heel wat verhalen los van mensen die geïnteresseerd bleken te zijn in de geschiedenis van de kerk. En daar heb ik het een en ander over verteld. En toen kwam het idee van, hé, dat zou eigenlijk op papier gezet moeten worden. Jij moet een boek gaan schrijven. U had al enige informatie van tevoren over de kerk in Almkerk? Ik had al heel wat informatie. Die heb ik gekregen omdat mijn vader predikant was. En wij zijn in het jaar 1950 in Almkerk komen wonen. Van jongs af aan ben ik bij het kerkelijk werk betrokken geraakt. In 1967 ben ik voor het eerst lid van de kerkraad geworden. Ik heb daar verschillende functies gehad tot het jaar 1990. En daarna heb ik nog op provinciaal niveau bepaalde functies gehad in de kerk. Dus ik ben eigenlijk wel doorkneed geworden in de kerk. Van binnen en van buiten kun je wel zeggen. Mm-hmm. Dus ik wist er behoorlijk wat van. En vandaar dat ze bij mij kwamen van, jij moet daar een boek over gaan schrijven. Ja. Maar ik was er direct niet voor geporteerd. Ik moet zeggen dat ik had op dat moment ook geen tijd, omdat ik nog mijn dagelijkse werkzaamheden had. Dus dat wordt een veel te grote klus. Ik ga erover denken. De twijfel sloopt toe. Ja, als ik stop met mijn werk. En toen kwam vooral Gerrit Schermers, want dat is eigenlijk de man die mij aangevuurd heeft. Die bleef me achtervolgen van, Jan, wanneer ga je nou eens aan dat boek beginnen? En zijn vrouw is er later bijgekomen en weer later Kees Noordloos. En met z'n vieren hebben we toen een comité gevormd. En zo zijn we gekomen tot het boek. En mijn taak werd de geschiedenis van de kerk. En daarnaast is er ook aan oud-predikanten gevraagd om een bijdrage te leveren. En ook aan gemeenteleden. En dat is dus allemaal gebeurd. En die bijdragen zijn ook allemaal in het boek opgenomen. Ja, en toen moest u opeens beginnen, zeg maar, aan uw werk. Het heeft geloof ik een chronologische volgorde. Ja. Bent u ook zo begonnen? Zo ben ik niet begonnen. Ik ben eerst begonnen met andere hoofdstukken. Laten we zeggen over de kerkelijke gebouwen, over een kerkraad en over een diaconie en dat soort dingen. Maar dat beviel mij niet, want dan kun je geen lijn in het boek krijgen. Dan worden losse hoofdstukken, die hangen als loszand aan elkaar. Dus ik heb gekozen voor periodes van predikanten. Okay. De werkzame periodes van de verschillende predikanten. En dat is ook gebleken nu uit de reacties van de mensen die het gelezen hebben. Van, dat leest heel prettig. Hè? Je ziet een lijn in het boek. Oké, en wie heeft u, want hier zit veel research achter. Wie heeft u allemaal gesproken om dit boek uiteindelijk te bewerkstelligen? Om dit boek te bewerkstelligen ben ik voornamelijk te werk gegaan aan de hand van de notulen van de kerkraad in Almkerk. Daar staat natuurlijk het hele gebeuren in van het kerkelijk leven over die tijd. En daarnaast heb ik natuurlijk heel wat boeken gelezen, onder andere van Kees de Gast en ook van andere schrijvers. En daar heb ik veel kennis uit opgedaan en op die manier ben ik dus tot mijn boek gekomen, zeg maar. En ik kan me voorstellen, er moeten heel interessante anekdotes in het boek staan. Kunt u daar een voorbeeld van geven?
Ja, er staan verschillende anekdotes in, inderdaad. Als ik er één mag noemen die nogal opgevallen is bij de mensen, dat betreft een kosteres die aan de drank raakte. Dat was een hele moeilijke periode. Ik ben toen uit gaan zoeken waarom dat gebeurde. Zij werd regelmatig vermaand, want ze liet de dingen sloffen. En draaide zondags niet goed zoals het zou moeten draaien. En zij werd daardoor, zoals het in die tijd gebruikelijk was, vermaand. En op een gegeven moment is ze zelfs onder tucht gezet. Maar dat is op plaats wel weer goed gekomen. Maar ik ben gaan uitzoeken, hoe kwam dat nou? En toen is mij gebleken, en dat heeft heel veel tijd gekost om erachter te komen, dat zij een heel jong gestorven kind had. Een kind van 1,5 jaar is overleden. En haar man is heel jong overleden. En ik kan het niet bewijzen, maar ik denk dat dat de reden geweest is waardoor zij aan de fles geraakt is. Hè? Dat zie je vaak, dat mensen hun verdriet verdrinken. En ja, op die manier denk ik. Maar het is op het allerlaatst toch goed gekomen. Ze is er vanaf gekomen na veel vermaningen. Maar dat is zo'n anekdote bijvoorbeeld. Ja. Prachtig, prachtig. En kunt u me vertellen voor wie dit boek nou uiteindelijk bestemd is? Ja, dit boek heeft ook eigenlijk gekregen als inhoud. Dat hebben we als comité besloten in de tijd. Een boek van, door en voor de gemeente. Ja. Dus het is in eerste instantie is dit boek bestemd voor de gemeenteleden in Almkerk. U kunt zich voorstellen dat er in de loop der jaren veel mensen vertrokken zijn vanuit Almkerk. Dus ook die oud-Almkerkers zijn erin geïnteresseerd. En ook daar heb ik het voor geschreven. Maar daarnaast ook als geschiedenisboek. Het is ook opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag als geschiedenisboek. En het is ook opgenomen, althans het wordt nog opgenomen, ik moet het goed zeggen, in het historisch tijdschrift van de Gereformeerde Kerken. Dat is een landelijk blad. Dus ook mensen van buiten Almkerk zijn er wel in geïnteresseerd. Het is me nu ook al gebleken dat er mensen zijn die totaal niets met Almkerk hebben, toch geïnteresseerd zijn in het boek. En dat was eigenlijk, toen u begon met dit boek, ook uw intentie om voor deze mensen een boek te schrijven? Ja, dat kun je wel stellen. Ja, okay. Inderdaad. En kunt u me misschien even vertellen, waar is het verkrijgbaar? Waar kunnen we dit boek halen? Waar u het kunt halen, dat is een hele serie kan ik daarvoor opnoemen. Het is in de eerste plaats te verkrijgen in Almkerk bij Gerrit en Ien Schermers aan de Emmekhovenseweg 2. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0183-401032. En daarnaast bij Knipshop Bert van Houwelingen, de melkboer Dick Verhoevenslagerij Henk van Vark, het Lappenwinkeltje. De woninginrichting en vrije tijdskleding van Van der Stelt. In Nieuwendijk is het verkrijgbaar bij de fruitkwekerij Teus van Helden. De rijdende winkel van de heer Schaap. In Werkendam, boekhandel Angelot. Uitwijk, boekhandel Het Kruispunt. Woudrichem, boekhandel De Sphinx. Veen, boekhandel Het Schrijvertje. Sleewijk, evangelische boek- en cadeaushop Moving On. Boekhandel Bruna. In Heusden bij het streekarchief Land van Heusden en Altena. En in Gorkum bij boekhandel De Wingert. Dus een hele lijst, je kunt het overal krijgen. En ook overal wordt het verkocht, heb ik inmiddels heel het land, van Heusden en Altena staat vol met inderdaad. Uw boek dadelijk. Ja, en dan nu natuurlijk interessante vraag, wanneer komt boek 2? Wanneer komt boek 2? Daar kan ik geen enkele uitspraak over doen. Dat is me al meer gevraagd. Laten we zeggen dat ik nog in de denkfase ben daarover. Misschien komt er een boek, maar ik heb nog geen enkel plan. Als ik u goed begrijp, is dit wel een succes. Het is inderdaad een succes gebleken. Ik krijg vanaf 26 september de datum van presentatie dagelijks complimenten te horen. En dat is bijzonder verheugend en misschien ook wel aanmoedigend om nog eens een keer een boek te gaan schrijven. Maar nogmaals, ik heb op dit moment nog geen enkel plan. Geen enkel idee ook. Nee, maar ja, je moet nooit nooit zeggen, dus misschien. Maar. En nu dit boek, het staat in de winkels. Gaat u nu binnenlopen met geld? Nee, ik moet u zeggen dat ik er geen cent aan verdien. Niks? Waar gaat het geld ik heen? Ik heb het helemaal gratis gedaan. Okay. En het boek is ook uitgegeven door de woonstichting Altena. Die hebben dus de kosten betaald voor het boek. En ik heb op grond daarvan ook gezegd, ik wil er gewoon niets voor hebben. Het is voor mij, laat maar zeggen, hobby. En ik hoop dat de mensen er plezier aan hebben. En het is me gebleken dat dat inderdaad zo is. En ik heb er ook een soort boodschap in gelegd. En ik heb ook wel begrepen dat de mensen die boodschap lezen. Het gaat over een kerk. En een kerk heeft een boodschap uit te brengen. En dat is ook in het boek terug te vinden. Ja, oké. Okay. Nou, we kunnen uw boek terugvinden in de winkels die u net heeft opgenoemd. En ik wil u hartelijk bedanken om uit te leggen waar uw boek over ging. Geen enkele dank. Graag gedaan. Dat was Roel en die vertelde iets heel moois over dat boek Roel de Graaf, over het boek Geloof in Almkerk. Het telt dus maar liefst 288 pagina's en is uitgegeven met een harde kaft en een leeslint en het kostte €30. Een koopje voor het schitterende boek. Vestingstad FM, hier hoor je meer.